Het schiet echt niet op. En we hebben gezegd als college, ja, we kunnen iedere keer wel de bedrijven aan gaan schrijven en zeggen van, goh, wat jammer dat dat toen gebeurd is. En kun je dat uitleggen waarom en let er goed op. Maar ja, het blijkt dat dat niet werkt. We zijn los aan Begietos en Bolle Hendrik in Tuitje Hoorn, maar ook supermarkten als Deka en Aldi in Schagen staan op deze lijst waar mystery guests van onder de 18 jaar met gemak aan alcohol konden komen. En wij zijn al jaren bezig voor dat alcoholmatigingsbeleid. We hebben echt op geïnvesteerd. Om in de communicatie, in de afspraken met de horeca, met slijterijen en verenigingen te zeggen van denk erom, die minderjarigen geen alcohol verstrekken. Ja, en dan is het wel heel triest dat je ook voor de derde keer moet constateren dat Schagen het slecht doet. Omdat het erop lijkt dat geen enkele maatregel helpt om de alcoholverkoop aan jongeren aan banden te leggen, heeft de gemeente Schagen dan maar de knuppel in het hoenderhok gegooid en deze lijst openbaar gemaakt met overtreders van de alcoholwet. Gemeente Hoorn overweegt hetzelfde. Nou, horecaondernemers vinden het belachelijk dat ze op deze manier aan de schandpaal worden genageld. Ja, dat verbaast ons eigenlijk. We betreuren natuurlijk dat het gebeurt. Maar de manier dat had ook anders gekund dan het moeten vernemen vanuit de media. We geven natuurlijk intern geen voorlichting, maar ja, het gebeurt dus dat het geschonken wordt aan minderjarigen. En die ene die er tussendoor glipt, daar hebben wij wel begrip voor. Maar als ik toch weer zie in een scoringslijst dat we nog niet eens de 30% halen van bedrijven die hun de regels goed naleven. Dan is het niet in eentje die er tussendoor glipt. Dan denk ik dat we nog onvoldoende doordrongen zijn van het feit dat we samen die verantwoordelijkheid hebben. Wij als Horeca Nederland staan wel voor een alcoholverbod voor 18 minners eigenlijk. En dat zal een groot probleem aanpakken. Dat niet alleen de verstrekker wordt aangepakt, maar ook de ontvanger wordt aangepakt. En ik denk dat dat wel een cruciaal moment iets zal zijn. Dat je het beter kan aanpakken dat iemand die 18 min is, zeg maar, zich wel verantwoordelijk gaat voelen door alcohol te bestellen eigenlijk onder de 18.